Anna Baker. Hoi allemaal, ik heb vandaag een nieuwe video voor jullie. En in deze video ga ik het hebben over 30 Reasons Why seizoen 2. Voor de mensen die het nog niet hebben gezien, klik echt nu gewoon weg. En come back later als je het wel hebt gezien. Dit is de community video voor alle mensen die de serie af hebben gekeken. En niet weten waar ze hun feels kwijt moeten. Hier is waar je feels kwijt kunnen. Laat vooral echt lekker alles achter in de comments. Wat je irritant vond, welke personage je juist leuk vond. Of welke momenten in het seizoen dat jullie echt verschrikkelijk of superleuk vonden. En als je nieuw bent op mijn kanaal, vergeet dan ook niet even te abonneren. Laten we maar gewoon beginnen met aflevering 1 van seizoen 2. First Polaroid. Ja, ik weet niet. Aan de ene kant is het natuurlijk logisch dat je van cassettes naar iets anders analoog en oldschool gaat. En Polaroids zijn best wel logisch. Dus ik was wel benieuwd natuurlijk waar dat naartoe ging leiden. Iedereen had dacht waarschijnlijk dat het die Tyler kid zou zijn, omdat hij foto's maakt en like 1 plus 1 is 2. Maar nee, het was Zack. Wow. Shook. Achteraf gezien vond ik dat Polaroids ook niet heel veel toevoegen. Elke keer als er een nieuwe Polaroid was, was het van oh. En dan gingen ze weer door. En dan uiteindelijk was het natuurlijk wel belangrijk dat het als bewijs was. Maar daar gebeurde eigenlijk ook dan niks meer mee. Dus dat vond ik wel een beetje jammer of zo. Er gebeurde heel veel ophef en heel veel spannende momenten. Het komt voor mij niet duidelijk naar buiten waarom die momenten plaatsvonden. Alleen maar om het natuurlijk spannend te maken voor de serie. Ik weet niet. Ik verwacht aan het einde nog gewoon iets meer samenkomings van alles. Dat het iets meer uitgelegd wordt en dat het iets meer duidelijk wordt waarom dat gebeurde of zo. Toen ik de serie keek en dacht, oh god, nu hebben we natuurlijk heel die rechtszaak die de hele serie doorloopt. Aan de ene kant is het natuurlijk logisch dat dat de rode draad is van de serie. Maar op een gegeven moment werd ik zo geïrriteerd, want heel die rechtszaak eindigt op niks. Justin is degene die nog de meeste straf krijgt van iedereen, weet je wel. Bryce komt er maar gewoon weer mee weg. De school komt er maar gewoon mee weg. Je zit zo in dat hele proces en dan eindigt het tot niks. Wat natuurlijk dan ook weer realistisch is. De serie begon en ik vond gewoon echt dat die eerste twee afleveringen echt alleen maar van ik vond het gewoon niet zo interessant of zo. Maar ja, de serie moet natuurlijk ook een beetje opstarten, dus misschien ligt dat daaraan. Ik weet niet, misschien zijn er Clay en Sky shippers en dan ben ik dat gewoon niet en dan vond ik het een beetje een saai begin. Ik vond het wel tof dat Tyler de eerste getuige is en Tyler vind ik ook echt de meest sad character van het hele seizoen. Hij is de Hannah in seizoen 2, maar iedereen lijkt soort van geleerd te hebben door wat er met Hannah is gebeurd. En iedereen probeert ook met elkaar beter met elkaar om te gaan. Behalve met Tyler. En Tyler is degene die nog steeds van iedereen de lul is. Dus vond ik zo kut om te zien. Bijvoorbeeld natuurlijk die ene scène van de laatste aflevering. Waarvan ik trouwens dacht dat het een schoolshooting zou worden. Ik dacht dat aan het eind van seizoen 1 al. Not the point. Maar in ieder geval Tyler die dan werd gemarteld door die guy. Waarom weet ik niet hoe die guy heet? En het moment dat hij zeg maar Tyler's hoofd zo tegen de was bak aan gooide, dacht ik al, oh my god, what the hell is happening? Toen hij hem met zijn hoofd in het water duwde, dacht ik al, oh shit, nee, dit is niet oké. En nou ja, toen er met die bezemstok allemaal dingen gingen gebeuren, dacht ik ook echt van, oh my god. Two girls kissing. Ik vond het echt ook wel best wel een leuke aflevering. Ik denk vooral omdat iedereen een soort van haat had op Courtney, maar dat zij gewoon eerlijk was uiteindelijk. Ik vond het gewoon vet hoe zij gewoon uitkwam voor wie ze was. Oh ja, het feit dat Clay ineens kan praten met Hannah, vond ik ook een beetje irritant. Maar ja, dat natuurlijk op zich ja, het is wel logisch dat ze een soort van nog een toevoeging moet hebben in het seizoen. Dat die Sky daar zo boos over wordt van ja, je bent nog niet over haar heen. Like, ja, girl, wat denk je? 5 maanden later, is dat zo lang? Nee, dat is niet lang. Oh ja, dat vond ik ook zo erg. Dat wijfie, dat woont bij de moeder van Hannah. Geen idee hoe ze heet. Dat zij de outfit met de laatste restanten bloed van Hannah gaat wassen zonder dat ze goedkeuring vraagt van die moeder. Like, hoe kan je zo zijn? Hoe kan je dat voor iemand beslissen? Beslissen wanneer iemand klaar is met het verwerken van de dood van haar dochter. Tony die de hele tijd super vaag en bad guy-achtig is. Terwijl Tony letterlijk gewoon een soort van de engel van seizoen 1 was, voor mijn gevoel. Een soort messenger van heaven. En dan nu in seizoen 2 was die helemaal bad guy. Die chick die de school representeert, zeg maar. Zij, iedereen haat haar volgens mij. En ik werd zo boos dat ik gewoon niet luisterde naar wat die andere mensen zeiden tegen haar. Van nee, hij heeft haar verkracht, zei Justin. En zij zei van, oh, maar of ze wilde het gewoon, weet je wel. Ik dacht, dus je hebt het niet officieel gezien dat hij haar verkracht had. Dus je was niet in dezelfde kamer toen het gebeurde. En oh, dus je hebt het eigenlijk helemaal niet meegemaakt. Dus het had eigenlijk ook gewoon niet kunnen gebeuren. Ah! Nou, je voelt gewoon onmacht, omdat je naar iets moet kijken wat je gewoon wilt stoppen. Maar dat kan niet, want het is
een serie. Jessica vind ik ook best wel, I don't know, gewoon sneu ook in heel dat seizoen. Die vriendin vond ik ook een beetje gek. Oh ja, en dan het feit dat ze dan aan het eind van het seizoen die foto's verbrandt. Vraag me ook af waarom zij dat doet, zeg maar. Het zal dan misschien wel seizoen 3 worden, want het leek wel alsof het een beetje neigde naar seizoen 3. Ik vond het vet dat dit seizoen ook wel gewoon een goed seizoen was. Ik hoopte inderdaad dat je, zeg maar, de verhalen van hun kant zou horen, dat het niet alleen Hannah's kant was. Hannah was not a liar or a slut or a mean girl. Nou wel. Het is ook grappig dat je, zeg maar, ziet gedurende dat seizoen dat, zeg maar, Alex echt een ander persoon is dan in seizoen 1. Derde aflevering dat ze Justin opzoeken en een soort van rescuen. Ik was heel het seizoen ook bang dat hij dood zou gaan. Ik denk dat ik niet de enige was. Ik had ook elke keer dat ik dacht van, oh my god, laat die spuit met rust. En dat vraag ik me dan ook af. Daar was ik bang voor. Ik dacht in de laatste aflevering dat Justin dood zou gaan. Dat hij dood zou worden geschoten door Tyler bijvoorbeeld. Of dat die stiefvader van hem zou pakken. Want waarom zou je een shot doen dat die stiefvader boos vanuit zijn auto naar Justin kijkt? Dat is ook gewoon een balletje dat ze omhoog gooien. Zodat ze dat kunnen verwerken in seizoen 3. En dan gaat Justin in seizoen 3 dood. Ik weet het zeker. Ik vond het wel echt super schattig dat hij, zeg maar, geadopteerd zal worden door Clay's familie. Alleen, ik denk dus, oké, ik ga het nu al voorspellen. Ik denk dus dat hij dan, dat het misschien weer een 6 maanden forward is. Dat hij dan gelukkig is en dat het beter gaat. En dat die fucking stiefvader hem dan vermoordt ofzo. Ik zweer het je. Aflevering 4 over, zeg maar, Marcus. Marcus heeft echt een kleine rol gehad dit seizoen. Maar hij was ook ineens weg voor mijn gevoel. Ik vond het zo kut. En ik denk dat iedereen het kut vond. Dat hij dus dat balletje gooide van, hey, Hannah vond Bryce al leuk. Screw you, Marcus, you son of a bitch. Dat het leek dat hij voor Hannah op zou komen met dat speech momentje. Dat hij dus zei van, a rapist called Bryce Walker. En toen was het echt zo van, oh my god. En toen uiteindelijk was het gewoon niet eens om een goede reden. Dus dat vond ik wel jammer, want ik dacht, yes, Marcus, you go. Maar nee, toch niet. Dat vond ik ook irritant. Jessica, dan het vriendinnetje uiteindelijk van Bryce, vraagt om toe te geven dat ze wellicht verkracht is. Terwijl ze het zelf niet doet en niet kon. En de hele tijd gewoon niet wilde doen. Alex en Zack, oh my god, vond ik ook echt cute dat Zack hem zo hielp en zo. En cute friendship, een beetje weird. Op een gegeven moment dacht ik wel dat Alex misschien toch gay was en verliefd was op Zack of zo. Maar ook elke keer wel weer te doen met Mr. Porter, omdat hij, dat dacht ik ook al in gewoon seizoen 1. Hij heeft echt zijn best gedaan in zijn gedacht ook, met wat hij kon doen. Hij heeft protocol gevolgd. En ik vond ook dat Hannah had gewoon ja moeten zeggen. Ze gaf elke keer, zei ze nee, ook op de antwoorden waarvan ik dacht, ja, zeg dan gewoon ja, want het is wel zo. Dan heb ik wel gewoon het idee van, Hannah ging dat gesprek in met de gedachte, ik ga toch wel uit het leven stappen daarna. Elk woord dat Mr. Porter zei, nam ze verkeerd. Alle goede dingen die hij haar vroeg en die hij probeerde te initiëren of zo, nam ze niet aan. En elk woord dat dan slecht opgevat had kunnen worden, heeft ze zo opgevat. Het feit dat Ryan en Tony iets hadden, shook. Ik was echt van, wacht, wat? Oh ja, en ik denk dat aflevering 6 wel mijn favoriete aflevering is van het seizoen. Want het is eigenlijk bijna de enige aflevering waar een beetje een soort van sunshine en happiness plaatsvindt. En ik ben echt blij dat dat, zeg maar, een deel was van het verhaal. Want ik had altijd het gevoel van, ja, maar Zack en Hannah waren zo leuk geweest samen. En nu hebben ze een soort van hun summer love gehad. Wat natuurlijk ook niet goed eindigde, maar whatever. Ja, en dat hij dan naar elke film gaat, omdat hij dan haar kan zien. Dat is zo cute, like, beweegt mijn camera nou? Ik wil ook zo iemand die zoiets voor mij doet. Ah, en die tribute naar Jeff was ook vet lief. Ik had dus elke keer het idee bij seizoen 1 dat Jeff een geest was die alleen maar sprak. Zeg maar, want het was heel vaak zo dat in de scènes dat Jeff er was, hij voornamelijk direct contact had met Clay en niet echt met iemand anders. Dus ik dacht altijd van, oh my god, misschien was hij al dood en was hij gewoon een geest. Maar volgens mij klopt mijn theorie niet. Ik vind het best wel knap hoe ze, zeg maar, natuurlijk heb je al alles wat Hannah vertelt qua verhaal. Maar dat ze het er zo goed omheen hebben gebouwd. Gewoon dat er echt veel nog is gebeurd wat je dus niet wist zonder die tapes. Het was ook wel zielig om, zeg maar, tussendoor te zien dat bijvoorbeeld die vader en die moeder, dat die moeder ook vooral gewoon ook Hannah tekort is gekomen. Dat er dan dingen waren met die fotoshoot trouwens ook van Tyler. Dat die moeder dan zo'n opmerking erover maakt en van, oh, dat had je wel mooier kunnen doen of had wel beter gekund. Het was gewoon zielig dat het inderdaad dan duidelijk werd van, oh, die moeder heeft ook niet alles goed gedaan. En dan het feit dat Justin bijna stikt in zijn eigen kots. Oh my god. Ook weer zo'n onmogelijke situatie.
situatie dat Alex dan half niet kan bewegend en hem eraf geprobeerd te gooien. Echt, ik ben zo gefrustreerd geweest in dit seizoen ook. Oh ja, en dat Mr. Porter ook toegeeft dat hij fout was aan de rechtszaak en dat hij helemaal emotioneel werd en zo. Oh ja, en natuurlijk ook in aflevering 10 dat Hannah dan uiteindelijk ook gewoon een pester blijkt te zijn. Oh my gosh. Ik snapte ook eerst niet waarom die moeder naar dit meisje en die moeder van het meisje ging die toen langs het huis liepen. Maar ja, oké, snap het. Dat ze dan uiteindelijk had gevraagd van ja, wil je dat alsjeblieft niet delen? Maar ja, hè. Het is zo erg dat Bryce gewoon het hele verhaal heeft bedacht dat Hannah en hij verliefd op elkaar waren. Want toen die flashback gebeurde, zeg maar, met bijvoorbeeld de bridge scène, dat hij dat vertelde en... Of nee, dat Hannah dat vertelde en dat hij echt reageerde van wow, dat is creepy. En dat het eigenlijk andersom was en zo. En die scène van die moeder, dat die moeder Bryce confronteert en dat hij echt gewoon zo fucking grof tegen haar praat. Dat ik echt dacht, oh my god. Dat je überhaupt, zeg maar, de woord fucking en harde fucking en zo tegen je moeder durft uit te spreken. Like, doe even chill. Oh ja, en de eindscène vond ik ook wel intens hoor. Met dat Kleenis met een pistool naar Bryce ging. Ik dacht ook yet again dat waarschijnlijk Justin werd doodgeschoten. Ik dacht gewoon heel de serie, heel het seizoen, dat Justin doodgeschoten werd door iemand. De vriendschap tussen Bryce en Jason. Zeg maar, de bad boy was Justin. Een beetje degene die niet goed opgevoed was. En Bryce was de al wat volwassere, rustige jongen. Dat je dan uiteindelijk iemand bent die gewoon meiden verkracht. Dat is gewoon echt bizar. Oh ja, en dit vond ik ook wel een mooi moment. Dat ze dus die Montgomery soort van gingen confronten. Maar dat Zack dan kwam. Dat Alex er dan was. En dat Clay er was. En dat iedereen een soort van united zo naar hem toe gingen. Ik weet niet, ik vond dat wel leuk. Maar die scène dat, zeg maar, Mr. Porter stop bij Liberty High. En dat hij de gegevens van de troubled studenten geeft aan die principal. En dat die principal zo aanneemt en ze gewoon zo op die tafel pleurt. Dat is gewoon letterlijk precies waarom, zeg maar, die hele rechtszaak tegen hun school is. Maar zoiets kleins heeft al zoveel betekenis eigenlijk. Snap je wat ik bedoel? Ook een beetje het United stukje over Jessica vond ik echt heel erg heel mooi. Oké, bij de laatste aflevering dacht ik ook echt, oké, nu gaat shit gewoon down. Oh ja, dat van aan het begin van die aflevering vond ik wel mooi. Dat, zeg maar, meerdere van vrouwen van de serie gewoon vertelden wat een man bij hun heeft aangedaan ofzo. Tyler weer terugkomt van dat soort kampgedoetje. Met zijn korte haar en zijn goede positieve insteek om beter te doen. En ik baal gewoon dat het zo, zeg maar, heeft uitgepakt voor hem. Dan natuurlijk daarna de begrafenis. En ik vond het wel echt een mooie begrafenis. Ik weet niet of ik nou heb gehuild of niet. Ik vond het wel mooi dat het eindelijk de closure had die, zeg maar, de serie nog niet had laten zien. Dat cliché stukje dat ze uiteindelijk naar de deur loopt en de deur uitgaat en in het witte van de hemel verdwijnt. Het is gewoon mooi. En ook die wake in natuurlijk het koffietentje waar ze altijd zaten. Ik snap dus nog steeds niet waarom dat meisje met die krullen de foto's verbrand. Dus iemand, als jullie theorieën hebben, laat me even weten, want ik snap dat niet helemaal. En ik vond heel die dance gewoon cute. Ik dacht dat ik van... Maar het was meer misschien omdat ik verwachtte dat er iets fout zou gaan. Maar eigenlijk was het wel fijn dat de dance gewoon een leuke dance bleef ofzo. Cool dat Clay eindelijk een beetje heroic iets, weet je wel, goed oplost. Alleen dat hij dan eindigt met die gun in zijn handen, weet je wel. Ik was soort van een beetje teleurgesteld met het einde. Ik kan niet helemaal uitleggen waarom, maar het was gewoon een soort van anticlimax of zo. Het laatste aflevering gaf genoeg hinten, zeg maar, naar, oh, er komt een seizoen 3. Maar jongens, ik heb echt zoveel gepraat. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie zondag wel weer, want dan wacht er een nieuwe weekvlog op jullie. Doei!